Net als afgelopen vrijdag in Quebec heeft Rabobank iemand in de kopgroep. Toen was het Bram Tankink, nu is het Maarten Tjallingi. Hij zit hier met Izaguirre, Balloni, Madrazo en Seeldraaiers. Het is dus de tweede Canadese Pro Tour koers in 3 dagen. En in Quebec vrijdag ging de overwinning naar Thomas Voeckler. Hij vraagt hoeveel mannen zitten er in de kopgroep. Dat zijn er 5 dus, maar heel snel zijn het er al 4. Want daar gaat Balloni door een stuurfout de berm in. Even kijken, het gaat allemaal goed met de jonge Italiaan, maar hij is uit de koers. Achter de Basque Izaguirre zit dus Maarten Tjallingi in de kopgroep. En dat betekent dat de Rabobankploeg van Robert Geesink het lekker rustig aan kan doen in het peloton. Daarin wordt het werk gedaan door Team Sky, de ploeg van Edvald Boasson-Hagen. Maar het gat wordt uiteindelijk gedicht door de mannen van Radio Shack. En die openen daarna een offensief. Zubeldia gaat onder meer in de aanval. En dan komt de mooiste aanval van de dag. De Canadese televisie stuurt die helaas niet mee naar Europa. Maar reken maar dat Robert Geesink op weergaloze wijze wegreed uit het peloton. En daarna gedurende 11 kilometer een gat van 8 seconden in stand hield. En op grandioze wijze soleert naar een prachtige zege in de Grand Prix de Montréal. Het wereldkampioenschap laat hij bewust links liggen. Geesink koos voor deze koersen en een Italiaans najaar. En dat lijkt nu al de juiste keuze te zijn geweest. Peter Sagan wordt tweede achter een geweldige Robert Geesink in Canada.